Grill. Topelijk kijken naar deze nieuwe video, ik ben Floris en vandaag zitten we op Black Ops 3. Ja jongens, vandaag gaan we weer even lekker een potje Black Ops 3 spelen. Maar er is één ding wat er nieuw is in Black Ops 3, terwijl dat deze game al 2 jaar volgens mij al uit is. Hebben ze weer wat opnieuw toegevoegd en dat is... Hier boven mij, ik zal wel even inzoomen ergens of zo. Kijk, dan zie je nieuwe pakjes en er is ook een nieuwe map zoals Redwood. Maar dan was het Redwood, maar nu is het Redwood Snow. Dus daar ligt er alleen sneeuw. Ik snap niet waarom ze nou die update hebben gedaan, omdat het nou wel een beetje laat is met die update van Snowmap. Maar, ik heb hem nog niet gespeeld. Ik hoop dat jullie hem nog niet hebben gezien, de Redwood Map. Dat jullie nou bij voor het eerst zien hoe de Redwood Map eruit ziet. Zou wel super dope zijn als jullie dat voor het eerst nou zien bij mijn video. Maar dat boeit me helemaal niet. En wij gaan gewoon even een lekker potje starten, want ik ga eens even kijken, jongens. Playlokaal. We gaan even de playlokaal spelen, jongens. Gaan we eens even kijken hoe de map eruit ziet. Dus change map, gewoon eventjes. DLC packs, ik heb geen idee. Ik weet niet waar die staat, DLC bonus. Hier. DLC bonus, Redwood Snow. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga eens eventjes wat bots instellen. Gewoon even dan, gewoon voor 6. Oh wel, we zetten gewoon keihard op al heel goed. Nou, team size 2, weet je wel. Nee, wacht. Dat doe ik zo meteen allemaal wel. We gaan eventjes Redwood Snow eventjes kijken hoe dat eruit ziet. En dan gaan we eventjes killen. En daarna gaan we gewoon even een normaal potje multiplayer spelen. En dan zien we het wel. Dus ik zie jullie zo meteen in het potje. Slash bots eigenlijk, want het is niet echt potje. En dan zie ik jullie zo meteen daar. En in deze nieuwe gekke Redwood map. Dus tot zo. Yo boys, we zijn in het wachtscherm van het potje. Ik heb alles eventjes lekker ingesteld, de bots aangegroet en we gaan gewoon even kijken wat er allemaal nieuw is in Redwood Snow. Maar volgens mij is er niet zoveel nieuw geüpdate eigenlijk, in plaats van alleen sneeuw tegen de wandjes aangeplakt en sneeuw tegen de bomen zoals je kan zien. Dus ik denk niet dat er heel wat nieuws is, maar dat zullen we wel zien. Ik heb niet echt een fatsoenlijke class. Oh jezus jongens, ik heb helemaal geen fatsoenlijke class. Nou, ik pak die kuda wel. Ik heb niet zijn eigen class aangemaakt, boys. Nou, dit ziet er eigenlijk al... helemaal sneeuwachtig uit. Het sneeuwt. Hadden ze dit niet gewoon beter in de kerstmaanden kunnen doen? Dat het gewoon sneeuw werd. Want... Ja, kijk, dit is dan wel... Dat is zit... Oké, dit zit dicht. Dit zit nu in één keer... Oké. Volgens mij weet ik niet zeker. Ik heb heel lang geen Redwood meer gespeeld. Waar de fuck zie je mij? Oh, vieze zelfs bots campen, dames en heren. Hoe? Oh my god. Scheef één. Oh, jongens, ik moet inkomen. Sorry, ik moet inkomen. Dit is serieus het derde potje van de dag. En ik moet inkomen. Maar jongens, even serieus. Dit potje. Dit potje is gewoon gek, want we hebben geen echte enemy teammates, maar... Ik moet even... Als ik word gekilled door deze enemies, hè. Ik voel me echt... Twee! Ik werd een headshot neergeschoten. Ja, mijn aim is nog slecht, want dit is mijn derde potje, jongens. En mijn controle... What the fuck? Ik zag je niet eens. Oké, GG voor die kill. Oké, ik ben waarschijnlijk heel slecht. Maar de map ziet eigenlijk best wel redelijk grappig uit. Zo kunnen we een beetje zien wat allemaal nieuw is. Jij, ik ga me niet killen. Oh mijn god, dit ziet er ook dope uit. Nu heb je wit licht hier, dacht ik. Weet niet zeker of het valt nu met in één keer allemaal op, weet je wel. Tot in één keer nu allemaal dat... Nee. Nee. Deze gasten hebben één bot, jongen. Dat wil je niet weten. Wacht, we doen gewoon dit. Echte enemies kunnen dit wel zien, maar niet zo... Oh, wacht. Ik had hier helemaal niks aan gehad. Kip aangezet. Ja, jij was de goeie. Ja. Nee. Kak. Wat? Oh, je bent al dood. Oké, let's go. Ik ben met Serion gewoon een beetje aan het concentreren ook, hè. Dat is gewoon nog erg. Dat is serieus gewoon legit gay. Gewoon... Dan moet ik wel weten waar je is staan. Oh mijn god, die pure fire. Oh mijn GG. Maar oké, even serieus. Deze map ziet er wel dope uit. Zo met snow. Goedemorgen. Ja, kom ook even binnenvallen, hè. Tering. Maar deze map ziet er wel goed uit. En met snow. Ah jongen, ik vind het prima. Ik zie jullie zo meteen wel in het derde potje. Want kijk, dit is... Dit is wel lachen, maar nu hebben we het eigenlijk wel gezien met de Redwood Snow map. Misschien krijgen we deze zometeen in multiplayer, we weten het niet. Ik val serieus dood.
Nou, het zal wel. Nou jongens, ik zie jullie in ieder geval zometeen in het echte multiplayer potje. Misschien wel in Redwood Snow en dan spelen we tegen echte enemies. Dus jongens, ik zie jullie... Wacht, werkt deze glitch nog? Jongens, er was hier een glitch. En dan kon je hier zo omhoog rennen, weet je wel? Nou, dat weet ik niet, maar zoiets was het wel. Kijk, dan kon je hier omhoog rennen, weet je wel? En dan zo, en dan... Oké. Daar kon je daar rennen en dan kon je voor die poort staan. Nou, oké. In ieder geval, ik zie jullie zo meteen in het echte potje met, ja, met echte mensen, weet je wel. En misschien wel Redwood Snow, heb ik ook al... Redwood Snow, heb ik al wel gezegd. Dus ik zie jullie zo meteen... Oh mijn god, hoe vies wil je zitten? Tot zo. Nou boys, we zijn in ieder geval een potje gejoyed met het map. Wacht, wat zeg ik nou? We zijn gewoon de map Havoc gejoined en we gaan gewoon lekker een potje Havoc maar spelen. Een potje spelen op Havoc. Het is een beetje een kakmap, helaas. Want ja, het is gewoon niet zo'n hele fijne map. Maar maakt niet zoveel uit. We gaan gewoon een goede gameplay neerzetten. En ja, laten we dat gewoon eens even doen. En trouwens, wat ik nog vergeten was te zeggen, er komen ook nieuwe pakjes aan. Oh ja, die ze nu opnieuw gaan updaten. En kijk, jongens, dit doe ik niet. Kijk, ik wil bewegen, maar hij doet automatisch dit, dames en heren. Dames en heren. Ik zweer het je. Ik zweer. Nou boys, als het goed is heb ik het weer gefixt. Kijk, mijn controle doet het weer. Nou, er zijn ondertussen 6 kills gemaakt en de enemies hadden maar 3 kills gemaakt. Nou, er is niet heel veel gebeurd, zou ik zeggen. Laten we nu wel een goede gameplay halen. Zo net, wat je zag was echt gewoon niet mij. Ik ben keihard gerekt met een KVK nog wel. Hij had ook een KVK, GG. Keihard gerekt. Vind ik jammer. Maar oké, okay, maakt niet uit. We gaan er gewoon voor. We gaan gewoon voor deze gekke kills. Ook al moet ik nog steeds inkomen of zo. Want ik heb echt... redelijke down in dit spel. Gewoon nog steeds. Er zijn nog steeds te veel mensen. En ik hoor je rechts achter mij. Oh nee, 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 jij bent GG. Oh, jij bent GG. Klopt, kerel, dat klopt niet. Maar oké, ik heb hem in ieder geval wel. Dat is GG. Dan is een teammate onder mij, oké. Links. Oh mijn god. Teammate, ik als het goed is, heb ik ze voor je. Maar ik weet nou niet zeker of dat er hier nog meer... Nee, dat komen teammates aan, oké, GG. Oké, die hebben we. Lekker. Alleen, is het probleem dat we nog een, iemand... Dat we nog iemand tegenkomen. En als een teammate die op mij schiet, oké. Okay. Mooi. Maar er komen nog meer mensen aan, boys. Nee, nee. Teammate, je bent net te laat en hij schiet gewoon een headshot met dat ding. Oké, okay, die kerel had er sowieso elo-scope opgezet. Ik zweer het je. Anders kan je nooit zo... Nee! Ze is hier voor... Oké, okay, hoorden jullie dat? Dat de tip. Of zoiets in die richting. Nee, niet nog een keer rekken, alsjeblieft. Oh, die... wat had hij op zijn KVK staan? Niet! Gewoon Dark Matter, en dat is het. Mag ik het doen? Dankjewel. Met, ik heb KVK Extended Mag nog wat Rapid Fire. En dat erop staan, maar... Nou, ik heb hem nog wel teammate, ook al is het een hele... echt een manier waarop je denkt zo van, nou... Dat is net te laat! Oh, ik ben zo snel dood in deze game, jongen. Tering. Maar ja, man, ja. Ja, dan moeten we maar wat beter zijn. En niet zo erg hard moeten inkomen. Oh, dat is oké. Dus ik kom echt zo... Dat bedoel ik. Boven mij. Nou, dat was nu rechts van mij. Links van mij bedoel ik. Oh. Zo, die had hij niet aanzien komen, jongens. Hoho, oké, die hebben GG. Die hebben GG gerekt, gewoon. Ja, ik heb echt iets met dat woord GG maken. GG! Nee, dat is een rave. En die rave van ons. GG! Zeg weer het woord. En we hebben een hater. Oh my god. Lekker potje. Lekker teammate. Maar als we iedereen rekken. Oké, okay, als je iedereen namelijk rekt in de zee. En een Havoc. Nou, dan wordt de Havoc wel leuk, joh. Nee. Maar wie raakte mij? Kijk, ik ben op die hater aan het kijken, boys. Zit er nog in, hè? Ja. Oké. Okay. Waar spannen ze nu? Aan de overkant.
Nou, oh, er komt niemand in. Geen game. Probeer. Oh, hij had een. Oh mijn god, dat is al scherp. Oh my god, die teammate gaat hard. 22-5, lekker teammate. Lekker bezig, alleen wij hebben geen heten meer. En nu kunnen we alleen maar. Oh mijn god, deze teammate is hier geraakt. Wacht. Oh. Nah. Ja, oké. Okay. Ik zat echt helemaal in concentratiemodus. Volgens mij zat ik helemaal naar voren. Oké. Okay. Dat kan. Maar dit is wel pure schijt. Waar ik dood door ben gegaan. What the. Oké, okay, nu hebben we geen UV meer. Dus nu moeten we het maar een beetje uit ons oog gaan doen. Hallo? Wat? Jongens, je zag dat ik het. Ik dacht dat ik al dood had. Dan stop ik met schieten. En ik, mijn controle deed dit weer niet. Ook al merkten jullie daar geen ene banaan van. Jullie dachten gewoon, Floris doet niks. Maar dat is gewoon door die controller. Nou, oké. Okay. Dat kunnen we wel eens hebben. Nou, vooral ik heb dat tyfus vaak. Ja, maar nu spannen ze toch aan die kant, zou je denken. Of ben ik nou een beetje helemaal scheef? Als dat ding ontploft, dan. Met de controle, die gaat in één keer helemaal naar rechts, man. Dat word je niet goed van. Zit hij daar achter die steen? Achter die steen, jongens. Oh. Ik haat mijn controle af en toe heel hard nu. Oh. Ik weet niet wat ik ermee heb gedaan, maar in ieder geval niet iets goed volgens mij. Als mijn controle dit elke keer doet. Achter mij, hè? Of niet? Nou, ik hoorde iets. Achter mij. Dacht ik. Maar. Toch niet. Nou, ze spannen niemand hier. Nee, ja, maar jongens, maar toen ik keek. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Zijn dit enemies? En dat is een echte mij, jongens, dat is een echte kakzooi. Oh. Maar. Hier moet ik niet blijven staan. Daar moet ik niet blijven staan, anders ging ik dood. Oké, die verwacht denk ik nu weer dat ik. Nee, links. Ga nou van dat ding af. Weet je hoe lang dat ding is? Ik dacht, ik ben er al vanaf. Nee, we staan er nog steeds op. Deze van nul. Oké. Ja. Oké, staat hier nog? Nee, deze kerels zijn hier allemaal al dood natuurlijk weer. Ik weet niet meer waar ik moet kijken, boys. We gaan aan de ene kant. Oké, die een was zo scheef. We gaan aan de ene kant heel hard, maar aan de ene kant gaan we ook niet hard. Want onze teammates gaan. Hier, van waar werd ik dan beschoten? En dan gaan we nog een granaat dood. Oh my god, tuurlijk. Jeetje. Iedereen die daar dood kon gaan, ga ik daar dood. Ja, man. Oh, jongen, dit. Oké, okay, respect to die. Naar die teammate. Je hebt 42 kills. En hij gaat lekker. En ik maak hier één domme fout. Oh. Teammate loopt gewoon echt keihard vooruit. We moeten echt gewoon de hele tijd de hele andere kant van de map doorlopen gewoon. Om enemies te spotten. Die kerel zat achter een headglitch. Maar elke keer als ik dan naar dat beschiet. Wacht, ik ga gewoon deze kant op. Wat dacht je daarvan, jongens? Ik ga jullie flanken. Teammate, natuurlijk span je hier. Waarom niet? Oh ja, had ik wel. G to the G. Oh. Oh mijn god. Ik heb gewoon de laatste kill. Alweer. Ik heb alweer de laatste kill. Let's go. Kijk. Ik kom je aanrennen, weet je wel. Ik denk van nou hallo. Nou, je schiet twee kogel. Kijk, die met hadden we elkaar geraakt. Ik kom met de één kogeltje aan. Dood. Nou, in ieder geval, dat was een gek potje weer. Ik kan even niet een hele bieze score neergezet. 23 om 13. Helaas, maar we staan in ieder geval wel tweede. Dus we doen eventjes een mooie. Dat iets. Maar in ieder geval, ik wil jullie wel bedanken voor het kijken van deze video. Als je het leuk vond, geef dan sowieso eventjes een like. En dan komen er binnenkort ook weer een leuke video van. Of ja, dan komen er weer snel video's aan, jongens. En dan. Ja, dan zeg ik nog maar één ding. Tot de volgende keer. Later.